Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal. Ik ben Kitty en we gaan vandaag verder met de tweede aflevering van onze Star Wars Journey to Batuu. Maar mijn simmetje verdween ineens. Ik denk dat ze haar huis is binnengegaan. Wat een rabbit hole is, dus dat wil zeggen dat we daar niet mee naar binnen kunnen gaan. In de vorige aflevering hebben we hier in het algemene gedeelte wat zitten rondkijken en rondgaan en dingetjes te vragen over het verzet en over, wat was het allemaal? Ik weet het al niet meer, al die namen. Het verzet, First Order en natuurlijk ook nog de criminelen. Die waren er ook. Vandaag gaan we ergens anders naartoe gaan. Wat is ze nu eigenlijk aan het doen? Ah, ze is gaan douchen. Oké, we laten haar nog eventjes douchen. En dan gaan we naar een andere plaats. Momenteel... Ah, de schurken waren het. Momenteel zitten we bij de schurken al een klein beetje in rang 1, staat hier. Groentje. Oké. Okay. En ze zit nog altijd in rang 1. Oké, okay, ja. We gaan overal een keer kijken en zien wat ons misschien het beste ligt. Of misschien kunnen we wel overal wat missies gaan doen. Dat lijkt me ook wel leuk. Maar goed, hier loopt ze. Dus ze heeft gedaan met douchen. Laten we dan eerst naar deze kant gaan. En dat is de First Order District. En ik wil daar heel graag naartoe gaan, want daar kan je je eigen droïdemaatje bemachtigen. En dat lijkt me wel tof. Dus op, we gaan daar naartoe reizen. Oké, hier zijn we dan. Op het eerste zicht lijkt dit gedeelte van de stad toch heel fel op het gedeelte dat we net achter hebben gelaten, waar ons huis staat. Oeh, maar hier lopen dan wel weer stormtroopers rond. Laten we kletsen met de stormtroopers. Hebben we hier missies om te doen? Ja, elke buurt op Batuu bezoeken. Dus we hebben nu al 2 buurten bezocht. Een missie voor het verzet of de First Order uitvoeren. Vraag om missies te bekijken bij luitenant Eiknen. Selecteer een missie en voltooi hem. Je kunt ook bij elk lid van het verzet naar het verzet vragen. Vervolgens de vonk ontsteken. Een missie selecteren en deze voltooien. Oké, dat gaan we dan zelfs maar doen. Hè. Kunnen we hier iets aan vragen? Ah, hier kunnen we ook wel dingetjes vragen. Laten we dat eventjes doen. En eens kijken wat hij daarop antwoordt. Wie is dat trouwens? Dat is Jethro Kenden. Is een Batuu-bewoner. Als je onze gelederen wilt versterken, praat dan met... Ja, ik doe in de First Order District. Dan gaan we die eventjes zoeken. Als het je nog niet opgevallen is, ik heb mijn camera een klein beetje kleiner gezet, want ik had de indruk in mijn vorige video dat die toch weer net iets te groot stond. Ik heb mijn vlindertje er ook even afgelaten, want ja, die heeft af en toe wel in de weg gestaan. Sorry daarvoor. Oké, laten we eventjes naar dit gekke mannetje gaan. Zoiets vies. Ah, ik kan niet meer. Blech. Bah. Oh, ik heb trouwens een vriendje vandaag. Darth Vader staat nog altijd hier achter mij, gezellig op de vensterbank. Maar ik heb ook R2-D2 bij. Schattig, hè? Dat is ook het enige wat ik schattig vind aan Star Wars. Oké, gaat hij daar nu niet mee praten met deze? Ah, zo ziet hij er misschien echt uit. Kijk, hier zie je zo een normaal gezicht. Want die vieze gezichten zijn natuurlijk maskers. Of ook niet. Oké, zij loopt weg. Ah, nee, toch niet. Oké, dan was het toch iemand anders. Maar kijk, dat is toch niet te doen. Blah. Ik hoor dat ze zich in het bos verstoppen. Maar dat heb je niet van mij gehoord. Ah ja, dat gaat over het verzet. Laten we eerst die luitenant. Die luitenant zoeken. Kunnen we hier ergens binnen trouwens? Thai Echelons kennen. Wie is dat? Ah, hier. Die is degene die we moeten hebben. Laten we eventjes kennis maken met Luitenant Eiknen. Ah, ik heb trouwens op het einde van de vorige aflevering eventjes gaan kijken naar mijn andere familieleden. En die blijken allemaal in orde te zijn. Maar hier zien die allemaal oranje en rood. Ja, ik hoop dat die het nog allemaal gaan overleven tegen dat wij hier klaar zijn op Batuu. Anders gaat Iris ja, geen gezin meer hebben als ze hier klaar is. Hallo Eiknen. Ik heb gehoord dat jij een belangrijke persoon bent en dat jij missies hebt. We gaan eens kijken. We gaan eens kijken welke missies we gaan krijgen. Oei, want daar hebben we wel zin in. Oké, klaar om te dienen. En daar kunnen we 200 van die credits mee verdienen. En krijgen we ook een bonus voor. Ah, hebben we denk ik met de vorige missie ook gekregen. Moet ik eens kijken in de inventaris.
Ik reken op jou om onze visie voor de toekomst van de Black Spire Outpost te verspreiden. De burgers moeten begrijpen dat alles wat wij doen voor hun eigen bestwil is. Ze zouden er goed aan doen om met ons samen te werken. Meld je weer bij mij als je klaar bent met het praten met de bewoners. Oké, we gaan ze denk ik een beetje moeten overtuigen om zich aan te sluiten bij de First Order. Ik ben er altijd niet uit of de First Order nu eigenlijk de slechterikken zijn of de goeie. eens kijken. Propaganda verspreiden. Dus we moeten nu dat 5 keer doen en dan nog eens verslag uitbrengen aan Eknen. Oké, aan de luitenant. Oh, zo'n schip, dat ziet er eigenlijk ook wel cool uit, hè? Kan eens kijken wat er dan gebeurt, eigenlijk. En je gaat die eerst scannen. Moet je dan eerst vragen hier? En gaat er iets gebeuren? Patu, dossier Thai Echelon. Thai Echelon werd geproduceerd door Sinar James Fleet Systems. Maar wat een naam. Er wordt voornamelijk voor het transport van vloten gebruikt. De Echelon heeft voldoende capaciteit om 12 crewleden plus extra cargo te vervoeren. Hoewel het voornamelijk voor het transport wordt gebruikt, heeft het ook een aantal gevechtswapens. Uitgerust met een schildgenerator, zware laserkanonnen en geavanceerde sensors die zijn geprogrammeerd om vijandelijke communicaties op te pikken, heeft de Echelon ook de mogelijkheid om zo nodig van wapens te wisselen. Oké, dat was een hele boterham. En ik snap er niks van. Dus dat is gewoon een beetje technisch uitleg over dit ruimteschip waarvoor dat die dient. Maar daar hebben we volgens mij gewoon niks aan. Oké, laten we daar ook propaganda voeren tegen Liump Dronos. Liump, aangenaam. Ik ben Iris. Sluit je aan bij de First Order. Zijn keicool. Zeker toe. Wat denk je ervan? Ja? Ja? Keigoed. Oké, zijn er al 2 die hebben kunnen overtuigen? Wil ze weer kletsen met zo'n mottig ding? Oh, kunnen we die ook overtuigen? Nee, die moeten we niet overtuigen. Oké. Ah, hier kunnen we nog iemand overtuigen. Verkoopt die eigenlijk iets? Eten of drinken bestellen. Hoe zit het? Ah, we hebben misschien wel een hongertje. Kunnen wel eten of drinken bestellen. Oeh, blauwe melk. Oké, ik wil het gewoon drinken. Eens kijken wat het doet. Zouden wij blauw worden of zo? Eigenlijk kunnen we iedereen wel heel gemakkelijk overtuigen, moet ik zeggen. Omdat jij het zegt, jij met je blauwe haar. Dan zeggen we wel ja. Oké, daar is de blauwe melk. Eens kijken wat er gaat gebeuren. Gaat er iets gebeuren? Nee. Er gebeurt gewoon niks. Oké. Dat valt tegen. Dat valt tegen. Oeh. Hier vliegt nog iets. En dit is de... Wat was het? X-34 Landspeeder. Oké, ik doe daar kraampje dicht. Oké, ze is al meteen denk ik naar de First Order gegaan. Ik wil ook zo'n stormtrooper pakje. De stemperiode is bijna afgelopen. Kunnen we hier ook stemmen op dat ecologisch leven ding? Op Patu, ja, waarom niet? Maar het zal wel voor de thuis... voor de rest van het gezin zijn. Voor het thuisadres. Oké, is dat weer zo'n hele uitleg? Oké. Ik ga het niet allemaal voorlezen, als jullie dat niet erg vinden. Als je dat toch wil dat ik het allemaal voorlees, laat het hier beneden dan zeker weten. Maar momenteel heb ik daar niet zoveel zin in. Oké, we gaan... Hebben we die al? Oké, propaganda verspreiden. Ah, dat gaat niet. Laten we dan iemand anders zoeken. Oh, hier staat iemand anders in het kraampje. Oké. Hop. De volgende. En dit is Vanel Jormum. Oké. Vanel, wil jij heel graag bij de First Order? Het zijn super toffe gasten. Ja. Zal ik het doen? Ja, ik ga het doen. Zo heb ik de First Order nog nooit beschouwd. Oh, daar kunnen we iets doorzoeken. Wat is dat hier? Herlaatbare gonkdroïde scannen. Wat is een gonkdroïde? Oké, laten we dat scannen, want ik ben wel benieuwd wat dat is. Maar geen idee wat het is. We zullen direct de uitleg wel krijgen. Voilà. Gonkdroïden zijn draagbare stroomeenheden die vaak moeten worden opgeladen als ze geen stroom meer hebben. Mubo biedt tegen een kleine vergoeding oplaadservices voor de bewoners van Batu en hun gonkdroïden. Voilà. Tot zover het niet willen voorlezen van de uitleg. Maar bij deze was ik gewoon eventjes nieuwsgierig. Goed. We moeten nog altijd 1 persoon overtuigen. Hier staat nog iemand.
En dat is, ah ja, Jethro Kenton. Die hadden we daar straks eigenlijk al gezien. Oké, is een van de meer normalere Sims. Dus ook zo'n landspeeder, alleen in een andere kleur. Hey Jethro, wat denk je van de First Order? Die gaan altijd iets lekkers drinken nadat ze een missie hebben uitgevoerd. In die ene pub met dansende Wally. En? Laat me alsjeblieft mijn ding doen. Ik zal geloven wat je me wilt doen geloven. Voilà, oké. Okay. Meer hadden we niet nodig. Goed, dan gaan we verslag uitbrengen bij Egnen. En staat hij nog altijd hier? Nee, natuurlijk staat hij hier niet meer. Hier is hij. Nee, dat is hij niet. Dat is een meisje. Oh, maar hier kunnen we wel binnen. Oeh, wat is dat hier allemaal? Wat is dat hier allemaal? Oké, daar moeten we misschien toch ook een kijkje gaan nemen. Maar we moeten eerst Eknen vinden. En Eknen is daar. Oké, verslag uitbrengen. Eventjes versnellen. Hallo, Eknen. Vijf mensen. Vijf mensen zijn er extra bij de First Order. Aha. En dan dat zo'n dramatisch muziekje bij. Oh, ze heeft er wel geen plezier van, hè? Oké, er staat nu niks meer. Moeten we dan een nieuwe missie aanvragen om missies te bekijken? Maar ik denk dat ik soms eerst naar dat andere gebied eens ga. De opschudding. Onze patrouilles hebben verdachte activiteit gerapporteerd en het blijkt dat onze vermoedens juist waren wat betreft de toenemende aanwezigheid van het verzet hier op Batuu. Er is geknoeid met First Order spullen. Ondervraag mogelijke getuigen. We hebben meer informatie over de reikwijdte van het verzet nodig. Deze burgers moeten begrijpen dat hun acties tegen de First Order gevolgen zullen hebben. Oeh. Oké, wat moeten we daarvoor doen? First Order kisten opnieuw verzegelen. ID's van verdachte burgers controleren en verslag uitbrengen. Oké. Zullen we maar dingetjes opnieuw verzegelen? Dat stelt nu eigenlijk niet veel voor. Zo, staat hier nog zo'n kist dichtbij dat we niet te ver moeten zoeken. Daarnet waren die toch dicht, hè? Volgens mij waren die daarnet nog dicht. En dan moeten we van gewone burgers hun ID gaan vragen. Eens kijken, ID controleren. Ga een beetje vooruit spoelen. Want ja, kisten terug verzegelen, dat is nu niet echt iets spannends. Oké, laten we haar even volgen. Maar waar is dat ding? Ah, daar is die. Oh, ik hoor iemand schreeuwen. Hey, mag ik eventjes jouw ID? Eens kijken, vergelijken. Is dat dezelfde persoon op de ID? Oh, daar staat gewoon geen foto op. Oké, was het oké? Oké. Maar wie was dan eigenlijk aan het schreeuwen? Oké, geen idee dus. Kunnen we hier binnen? Kunnen we naar hier komen? Hierheen gaan? Kunnen we gewoon naar binnen gaan? Ik denk het niet, hè? Of wel? Nee, we kunnen niet binnen. Oké, jammer. Jammer. We gaan hier ook wat dingetjes scannen. En dan gaan we nog wat bewoners zoeken. Ik denk dat het scannen eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Volgens mij is dat gewoon, ja. Krijgen we dan informatie over die dingen? Ja. We krijgen gewoon informatie. Ik snap het eigenlijk niet waarom we dan. Dus dat doet eigenlijk gewoon niks, dat scannen. Lijkt mij. Lijkt mij. Tot nu toe toch. Oké, ID. We gaan dat weer controleren. En dan kunnen we dat misschien ook van die nog doen. Zo. En dan gaan we naar het verzet. Eens kijken of dat daar iets leuker is. Tot nu toe, persoonlijk, vind ik er nog niet zo heel veel aan. Ik weet niet goed wat ik ervan moet denken. Oké, dat hebben we gedaan. Want eigenlijk is het gewoon ja, missies uitvoeren, maar dan op een heel, heel chille manier. Het is heel weinig actie. Het is eigenlijk gewoon rondlopen en met mensen praten. Dat is het enige wat we moeten doen. Verslag uitbrengen. Zo, ID is gedaan. Dan krijgen we wel weer plus. Oeh, en min verzetreputatie. Oké, ontgrendeld. Wacht, ontgrendeld de First Order beloningen. We hebben Galactic Credits, First Order Outfit. Oeh, ID controleren interactie. De volgende missievoorwerpen kunnen via de First Order holotafel worden gekocht. Een datastoorder. Oké, en ik ben blij te zien dat je mijn bevelen hebt opgevolgd. Daar vaart Batuu wel bij. Missie Volto. Aha, praat met luitenant Agnum bij het First Order cargogebouw om aan je volgende missie te beginnen. Oké, we gaan dat eventjes niet doen. We gaan naar de andere kant gaan. Moeten we misschien nog iets. We hebben wel honger. Laten we dan eerst iets gaan eten. In het centraal gedeelte, hier. We zullen maar eten gaan bestellen bij Dingsken hier. Docking Bay was het zeker, hè?
Ja, Docking Bay. Bij die... bij die ene rare. Oh, en dan zie ik blaas en plezier. Van ID's te controleren krijg je niet echt veel plezier, blijkbaar. Laten we gaan voor gebakken Andoriaanse tipje. Ik lees eigenlijk altijd kip. Ik moet daar denken aan yakitori kip, wat je bij de Japanner kunt gaan eten. Als het Japans is, tenminste. Ik kan het vlug eten. Oh, maar het is eigenlijk al vrij laat. We moeten toch eens gaan pipi doen. Waar is haar huisje? Oké, ik ben mijn weg al kwijt. Ah, daar. opfrissen. Zou het daarmee te maken hebben? Kunnen we zo gaan plassen? Als we ons gewoon gaan opfrissen? Eens kijken. Ja, oké. Okay. We gaan toch nog reizen. Ook al is het... tot de toren. Oké, nu ben ik eigenlijk benieuwd wat dat wil zeggen. Tot de toren. Opfrissen. Wat is ze nu aan het doen? Toilet gebruiken. Ja, dat hebben we toch gedaan. Douchen. Oké, dat ook ineens. Nee, kom naar buiten. Want ik wil weten wat dit ding hier betekent. Tot de toren. Of kun je daarop gaan staan of zo? Het is blijkbaar lezen wat erop staat of zo. Tot bezinning komen. Bidden. Geen idee. Maar niet. Ik dacht dat hij er ging opkruipen of zo. Oké, dat was weer veel te spannend. We gaan naar het verzetkamp. Hopelijk gebeuren daar iets of wat meer spannendere dingen. De strijd is de First Order. Oeh, ik heb 1000 credits bijgekregen. Ah, ik heb een doel voltooid, ja. De strijd is de First Order en het verzet is naar Pa toe gekomen. De hoop op vrijheid is wat het verzet aanspoort, terwijl de First Order hun macht wil uitbreiden. Aan welke kant zal jij je scharen tijdens je verblijf op Pa toe? Je kunt je doel altijd weer veranderen. Oeh, wat gaan we steunen? De First Order of het verzet steunen? Willen we macht of willen we vrijheid? Oeh, ik vind het moeilijk, maar we kunnen altijd weer veranderen. Laten we nu de First Order steunen. Laten we eerst die kant kiezen. We kunnen daarna nog altijd wisselen. Goed, we hebben een doel voltooid. Er is een groeiende strijd gaande op Pato en daar heeft Iris pas het begin van gezien. Nu is het tijd om knopen door te hakken. En daar moeten we nu kiezen, oké, ja. En Iris heeft credits gekregen van de factie waaraan ze haar steun heeft betuigd. Spring er verstandig mee om. Dus we hebben die 1000 credits van de First Order gekregen, blijkbaar. Hier staat niks en hier staat 3 sims recruteren om toe te treden tot de First Order. Spullen van 2 voorraadkisten in de Black Spire Outpost in beslag nemen. Oké, okay, maar laten we eerst hier eens eventjes kijken. Een gonk droïde scannen. Die zorgde voor elektriciteit of zoals ik me niet vergis. Is hier eigenlijk nog iets te bespeuren? Oeh, oké, okay, hier. Oké, okay, iemand met hetzelfde kleur haar. Hé, hey, een vriendinnetje worden. We gaan eens kijken. Vriendelijk. We blijven wel lief. We blijven wel lief. Ook al zitten we bij de verkeerde groep. Waar zit ze? Oh ja, ze is wel super gespannen. Oké, okay, hier loopt weer iets anders rond. Oeh, is dat ook weer zoiets vies? Ah nee, zij niet. Oké. Okay. Misschien is aan deze kant geen vieze mannetjes. Is dat enkel aan de andere kant of zo? Waar zit ze nu eigenlijk? Wat gaat ze doen? Relaxen? Nee, niet relaxen. Je gaat met lookalike praten. Hier, vriendelijk. Hier, pak maar vrolijke kennismaking. Hallo! Ik voel me wel heel gespannen, maar laten we even vrolijk doen. Ah nee, hier lopen toch ook wel van die vieze mannetjes rond. Hé, hey, wat een leuk kapsel heb jij. Ja, idem. Zullen we een keer vragen naar het verzet? Eens kijken wat ze daarop gaat antwoorden. Dat hangt er vanaf wie het vraagt. Als je het verzet wilt steunen, zul je moeten bewijzen. Probeer met andere leden van het verzet over het verzet te praten. Komt het daar eigenlijk bij? Nee. Nee, oké. Okay. Dan moeten we... Oh, ze is echt wel niet blij. Anders moeten we toch eventjes haar plezier gaan opkrikken, want ik weet niet wat ik anders moet gaan doen. Hier is nu ook wel niet ongelooflijk veel te bespeuren. Kunt je ook zo geen plantjes of zo verzamelen? Oeh, Batugrotto herverkennen. Oké, okay, laten we dat even doen. Laten we dat even doen. Hopelijk heeft ze daar wel plezier van, hè. Oké, okay, ze gaat naar binnen. Kunnen we ook mee naar binnen? Ah ja, maar oké, okay, die gaat niet echt diep, de grot. Oké, okay, dat was het dus. Oeh. Ja, oké okay dan. Oké okay dan. Laten we dan gewoon terugreizen. Want hier is ook gewoon geen
Zieke pieten doen. Goed, dan gaan we gewoon op café. Ja, we gaan naar de kantina. Kom, we gaan met Wally dansen. Hey, dansen met Wally. Kom maar, dat gaan we doen. Maar goed, ik denk dat ik deze aflevering hier ga afsluiten. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb nog altijd niet het gevoel van... Oh, wauw, leuke gameplay. Ik vind de missies maar, ja, sowieso. Ik vond dan Stranger veel leuker om te spelen, omdat het echt een doel had. Want er was iets en we moesten dat oplossen, maar nu is het... Ja, wat missies uitvoeren om bij de een of andere groep aan te sluiten of zo. Of dat je nu bij het verzet wil gaan of bij de First Order. Nu, ik wil het wel verder spelen, maar als het van mij persoonlijk afhing... Ja, ik weet niet. Ik weet niet. Ik vind er voorlopig niet zo heel veel aan. Ik vind de wereld wel heel erg mooi. Het heeft wel een bepaalde sfeer. En dat, daar hebben ze echt wel een heel goed werk aan gedaan. Dat hebben ze echt wel goed gemaakt. Maar de gameplay... Ja, ik weet het niet zo goed. Wat vinden jullie er trouwens van? Vinden jullie dit leuk om naar te kijken? Of zeggen jullie ook zo van... Ja, ik weet het ook niet goed. Ik ga nog wel een paar afleveringen maken. Maar of ik het echt helemaal ga uitspelen... Ik weet het niet goed. Maar laat gerust iets weten hier beneden onder de video. Ik ga het hier eens afsluiten. Dan spelen we de volgende simdag weer verder. En laat me ook weten bij welke groep ik mij ga moeten aansluiten. Vind je dat ik nu eerst de First Order moet gaan doen? Of vind je van nee, ga bij het verzet en doe daar allemaal missies voor? Of gaan we eerder bij de schurken? Dat kunnen we ook nog. Die zitten zo ertussenin. Laat het mij gerust weten. En ja, dan wil ik gerust nog wel een beetje op verkenning gaan in het spel. Maar tot dan, may the force be with you of zoiets.